we hebben het mooiste deelnemersveld ooit. Canada is goed vertegenwoordigd. Hè. Ze hebben 3 spelers eigenlijk in de top 20. Hè, de hoogste geplaatste is Shapovalov. En het ongelofelijke, Raonic staat denk ik iets van 16e, 15e. En is niet geplaatst bij ons. Dus die kan potentieel in de eerste ronde ja, ook tegen een Nadal loten. En Raonic met zijn big serve, niet iemand die je wil tegenkomen. Felix Auger is de jongste van de 3. Wordt dit jaar 21. En ja, al jaren eigenlijk een groot talent. Was de jongste speler ooit die een ATP punt haalde op zijn 14e jaar al. Heel agressieve speler. He, qua, zou ik maar zeggen, talent en hoe het eruit ziet is Shapovalov misschien linkshandig en ja, die kan waanzinnig mooi spelen. Kan ook behoorlijk af en toe wat mindere dag hebben. Maar alle 3 moeilijk te bespelen. En ja, Canada is goed vertegenwoordigd. Dus het kan zomaar Canadese winnaar worden dit jaar. Abonneer je nu op ons YouTube-kanaal en mis niks van het ABN AMRO World Tennis Tournament.